Maar ik krijg geld terug, dus ik hoef niks te betalen. Maar kan ik hier wel dus mijn geld ophalen? De screenshot, overigens mensen, deze screenshot, ik zou ze eventjes ondertussen in beeld laten komen. Dit is dus nu hoe mijn huis eruit ziet, die ze hier gaan maken. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Heb jij er vandaag zin in en je wil mij supporten? Klik natuurlijk eens even op dat duimpje omhoog en als je nieuw bent, hallo, welkom, abonneer. Mensen, ik ben vandaag freaking hyped over Mindtopia en dat heeft er alles mee te maken dat ik een bericht heb gekregen over mijn villa die we natuurlijk een stukje verderop daar aan het bouwen zijn. Het heeft natuurlijk een hele lange tijd geduurd, maar er is in ieder geval goed nieuws over. We gaan dus zometeen ook linea rechta die kant op om daar natuurlijk te kijken. En dankjewel Beam voor het melden ervan dat er weer verdere ontwikkelingen zijn geweest. Want Beam die zei tegen mij van Duf, ze zijn er weer verder mee gegaan, check je plot, et cetera. Dus dat gaan we zometeen zeker eventjes doen. Voordat we dat gaan doen, mensen, gaan we eerst even ons huis inspecteren. Want de vorige keer hebben we natuurlijk een soort van compromis gesloten met Melissa. In ieder geval vanaf mijn kant. En ik heb natuurlijk gezegd van luister, dit en dit, zus en zo. En als het goed is, moeten wij er sowieso ook antwoord op hebben gekregen in de brievenbus. Maar ik check gewoon even hier of hier niks geks is gebeurd voor de rest. Nee, oké. Okay. En voor de oplettende kijker, die het inmiddels nu ook al ziet. En daarvoor meteen al dankjewel Melissa. Het is terug zoals je wellicht ziet. Mensen zeiden al van Duffy, je huis, het klopt niet. En ook al die pilaren en weet ik het allemaal. Welkom in de old school Duffy Villa. Waarbij we gewoon weer pilaren hebben met designs. Waarin we gewoon weer een sneeuwdak hebben. En de boel weer back in business is. Dankjewel daarvoor in ieder geval Melissa ten eerste al. Hey, ja mensen, dat is het eerste punt al, hè? Dat is al het eerste punt. En misschien is het, ik weet niet of alles helemaal klopt hier en daar. Maar het ziet er in ieder geval een stuk beter uit dan hoe het eruit zag. Dus hey, dat is wel een dikke plus 1. Hebben we ook een boekje? Kijk mensen, die houden ervan, hè? En een boekje met het spijt me. Dat. En een flamingo. Dat vind ik dan, ja. Kijk, een flamingootje erbij. Goed, eens even kijken. Hey Duffy, het spijt me ontzettend dat ik de laatste paar weken zo enorm gemeen tegen je ben. Als goedmaker mag je kledingsetje houden die je nu nog hebt. Of de kledingsetjes die je nu nog hebt. Oeh, dankjewel. Ook heb ik je twee nieuwe eenden gekocht, genaamd Alfred de Derde. En de andere heet Anita. Het spijt me ontzettend. En ik hoop dat we binnenkort weer gezellig een kopje thee kunnen doen. Groetjes Melissa. Nou. Nou mensen. Wie had dat gedacht? Van mijn hele huis weg te slopen en pot over te nemen. Naar oprechte excuses. Naar een Alfred de Derde bad eend met Anita. En een sorry. Dan moet ik toch dan wel even checken of hier voor de rest nog iets is gebeurd. Dit is fijn. Ik bedoel, weet je. De strijd... Battle is dan inmiddels nu denk ik toch wel begraven. Ik mag de zaakjes extra setjes die ik heb houden. Nou goed, het is een Captain America setje. En iets met Flamingo. Dankjewel natuurlijk daarvoor. En dankjewel voor dat alles weer is hoe het hoort te zijn. Ik zat heel even te denken dat ik denk van wait a second, vuur. Maar dit is denk ik een fire pit om zo maar te zeggen. Ja kijk, je kan er ook niet in. Dus dit is niet van oh we zetten de boel in de hands. Nee, dit is lekker om warm te blijven. Hallo Alfred de Derde. Hallo Anita. Waarom? Nou ja, goed. Leuk dat jullie hier zijn. Ik wist helemaal niet dat Alfred al een vriendinnetje had. Ik bedoel Alfred de Derde, maar mensen, dat Alfred de Derde, dat, hè, dit is gewoon Alfred. Die heeft blijkbaar een vriendinnetje, Anita. Nou, wel gedragen allebei. Ik wil niet over een week hier allemaal extra eentjes hebben, oké? Okay? If you know what I mean, kappa. Dankjewel. Leuk zo dit. Leuk. Het is tenminste weer gezellig hier. Vindt Alfred ook fijn. En ik praat alleen maar tegen Alfred. Grapje. Daar wordt Anita meegenomen. Dat moet ook niet. We hebben nu net een extra bad eend. Dat zou dan ook moeten betekenen, mensen, dat hier voor de rest alles gewoon nog hetzelfde is. En dat is heel erg fijn natuurlijk. Want dan weet ik zeker dat ik niet alles hoef te checken. Dit ziet er inderdaad allemaal zeer goed uit. Zo. Nice. En we mogen dus een Captain America setje houden, hè, mensen. Dus dat is ook wel nice. Want ja, die had ik niet. Ik heb geen idee wat het kost. Maar hey, dankjewel hè. Nu moet ik alleen nog eventjes checken ook of het dak inmiddels nog helemaal goed is. Dat hier niet opeens iets raars is gebeurd of zo. Nee, alleen mijn deur staat open. Nee, goed. Die kunnen wij natuurlijk wel even dicht doen. De flamingo's, alles staat er nog. En voor de rest, ja, we hebben een soort van giraffe flamingo. Dat betekent, mensen, dat ons huis weer helemaal back to business is. En daar ben ik heel erg blij mee. Want dan kunnen we eindelijk weer gewoon, ja, normaal naar mijn huis kijken. Zonder dat er, dat het beschamend is, kappa. Goed, wat we nu gaan doen, mensen, is wij gaan nu linea recta door naar mijn nieuwe nederen stulpje huisdinggeval.
gaan het even doen met de taxis, maar dat is natuurlijk makkelijker om er helemaal te komen. Ik mag namelijk officieel geen auto rijden, want ik heb geen rijbewijs. Ik heb natuurlijk wel... Oh, ik heb hier mijn helikopter. Nou ja, goed, maakt het niet uit. Ik heb hier nog wel mijn helikopter, maar... wat ik zei, ik mag officieel geen auto rijden, want ik heb natuurlijk geen... geen rijbewijs. En voor de mensen die weten, er staan straffen op en boetes en weet ik het allemaal. Nu hoor ik je denken, Duffy, sinds wanneer hou jij je aan die regels? Nou, dat weet ik ook niet. Maar, laat ik het zo zeggen, mensen... Ik ga het niet expres provoceren om toch of in de auto te rijden of toch dit te doen. Het gaat hoogstwaarschijnlijk toch gebeuren dat ik erin ga rijden, et cetera. Jullie kennen mij, maar ik ga het niet expres provoceren van... Oh, kijk mij nou, dat doe ik niet. Ook zullen kijkers dat waarschijnlijk leuk vinden. Want die vinden dat het leuk als ik weer in de nesten gewerkt word, maar... Nee. Gewoon nee. Wij gaan ondertussen dus even hier nu naar mijn huis om te kijken hoe wat allemaal. Nogmaals mensen, heb je nog niet geliked? Vergeet je natuurlijk om allemaal een duimpje omhoog aan te klikken. En Melissa natuurlijk wel even te bedanken in de reactie voor natuurlijk mijn huis weer. Want ze heeft het wel weer mooi gemaakt. Dat moeten we eerlijk toegeven. Mijn plot. Voor de mensen die denken, Duffy, er staat nog helemaal niks op je plot. Of is dat je plot? Nee. Dit is mijn plot inderdaad. En als het goed is, juist, kijk aan. Moet er namelijk een boekje in zitten. Dit boekje. Wat is dit dan überhaupt? Just informatie, wat is dit? Feiten met zich meebrengen, wat is dit? Oh, dit gaat over de auto. Nou goed, dat maakt nu helemaal niet uit. Goed mensen, daar gaan we dan. Het boekje over mijn nieuwe villa hier op dit plot. Bij het ondertekenen van dit officiële juridische document met betrekking tot de bouw... geeft het bouw-CEO toestemming van wat er op de volgende pagina staat. Oké, goed, daar gaan we dan mensen. Yes, we krijgen een goedkeuring van het bouwbedrijf. Even kijken, geadresseerde Duffy 13 3, of 3 om mij nou, 7307, klopt dat? Thinking emoji. Dit is het officiële document voor mijn huis en mijn plotnummer staat nu al verkeerd. Thinking emoji. Documentatiecategorie rekening. Omschrijving... Uw aanvraag is klaar. Voorschot 75.000 euro. Geld terug 24.652. Ik krijg geld terug van mijn huis die wordt gebouwd? Bruh. Ik weet niet wat... Mensen, sorry, maar ik ben echt nog van die oude prijzen. Jullie weten het. Ik heb werkelijk maar geen flauw benul van geld op dit moment in deze game. Al sinds die hele nieuwe geldupdate heb ik er werkelijk maar geen idee van. Ik krijg zelfs geld terug. Dus dat betekent mijn huis kostte... En dan rond ik het natuurlijk even af, mensen. Mijn huis kost 50.000. Oké, dat vind ik niet duur voor een huis. Zeker op deze spot hier. U kunt de rekening betalen bij... Unveil, Trapje of Mr. Positive G. Oh, Mr. Positive. Aha, there we go. Oké, dan kan ik dus... Maar ik krijg geld terug, dus ik hoef niks te betalen. Maar kan ik hier wel dus mijn geld ophalen? De screenshot, overigens mensen, deze screenshot, ik zou ze eventjes ondertussen in beeld laten komen. Dit is dus nu hoe mijn huis eruit ziet, die ze hier gaan maken. En ik moet zeggen, not bad at all. Not bad at all. Voor de mensen die denken van, ja maar Duffy, misschien qua ruimte of dit of dat. Je moet ook niet vergeten, het is niet een enorm groot plot. En ik denk toch wel dat ze zeer goed werk hebben verricht met dit huis zo. Dus ik ben er blij mee. Ik ga er ook voor de rest niks op laten veranderen. I'm pretty happy with it. Opgelet. Dit boekje moet je altijd bijhouden als er eventueel misverstanden zijn of andere situaties. Verlies het niet. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Vriendelijk bedankt. Afsluiting. Bedankt voor het lezen van dit officiële document. Copyright infrastructuur. Handtekening bouw-CEO Trapje 9. Dank jullie wel bouwbedrijf van Mindtopia voor het goedkeuren en alles erop en eraan. En voor het maken van de villa. Voor de mensen, dat betekent dus, mijn huis komt hier dus op te staan, op dit plot. Daarna moet ik nog in overleg met de gemeente. Maar ik denk niet dat het gaat lukken, mensen. Maar ik kan het altijd proberen natuurlijk om daar een stijger te kunnen krijgen van mijn boot. Maar wat ik zei, ik denk niet dat het gaat lukken. Maar wat ik ook weer zeg, you can always try, I mean, you know. Maar dat dus, dan moet ik nog wel dus gaan betalen. Of nee, ik krijg geld terug. Alleen ik wil het nog wel even over de plot hebben. Dat ik denk van, dat klopt niet helemaal, het plotnummer. Maar het zou waarschijnlijk wel een document fout zijn of wat ook allemaal. Dan kan ik in ieder geval... Is er iemand online? Er is ook nog iemand online ook. Hey! Mensen, dan ga ik meteen naar het bouwbedrijf toe nu. Of naar de gemeente waar ik ook maar hun kan vinden. Ga ik dit even allemaal regelen. Doe ik gewoon natuurlijk offscreen. Ga ik jullie niet meer lastigvallen. En op die manier heb ik dan in ieder geval geregeld dat ik... groen licht geef dat mijn villa gemaakt kan worden. Dus dat betekent binnen nu... En ik denk een week. Want ik denk dat het ongeveer een week duurt. I'm not sure. Dat er dan wellicht mijn villa daar staat. Of ze gaan er dan aan beginnen. Of misschien duurt het nog wel veel langer. Maar in ieder geval, dan is alles helemaal rond. En dan komt mijn villa daar en dan heb ik weer een nieuwe villa erbij. Ik heb er zin in.
Voor nu mensen, allemaal enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe dan even een duimpje omhoog en klikken. Als je nieuw bent, abonneer, welkom. En mensen, tot morgen.